Kans Plus als de Zomeren had op kermis maandag de gehandicaptenmiddag op het programma staan. Op het terras van Ons Café verzamelden de kermisgangers zich. René Bergfans, je bent hier vaste klant bij de kermis maandag. Hè? Ja, natuurlijk. Dus, ja, we hadden kinderen zelfs wel fijn en of een uur terug. Met die zou ga ik niet binnen zitten, maar gewoon hier mee vieren. En dat is wel hier meegebracht. Ja, de nieuwjaar brengt altijd gewoon geluk. En hoe je ja, hoe mensen hier versterkt, vind ik ook, ja, is gewoon. Dit is maar alles. Dus soms is ook. En hoe lang kom je al hier? Af na. Ja, iedereen had natuurlijk al 5 jaar aan mijn kans plus. Maar ik denk twee keer vond jij toch ik heel langzaam ga stoppen. Ja. De kermis vieren. Ja, ook. Al vinden ze mooi aan de kermis. Ja, wij als deelnemer van die tanden van hier vanuit zomer. Prima op mijn kinderen, op mijn geluk en ook in de Rietse Borg. Kom je veel bekenden tegen, of hier of niet? Ja, ik kom heel veel bekenden tegen. Zoals deze mensen die hier gewoon zeggen en dan, ik vind gewoon, ja. Gewoon geweldig. Henk Hoepen van Kans Plus als de zomer. Ik dacht Henk dat je gestopt had. Ik ben ook gestopt, ja. Althans in het bestuur, hè. Ik heb geen bestuursfunctie meer, maar ik ben nog wel vrijwilliger, hè. En daar maak ik er dankbaar gebruik van, dat zie je wel. En ik heb de middag, dat is jouw ding. Ja, dat is helemaal mijn ding, hè. Ja. Dat is zo mooi, hè. Nou, het mooie daarvan is, hè, dat wat je ervoor terugkrijgt, dat is geweldig altijd. Het is altijd goed wat je doet. Er is geen hoop gezanen, geen flauwekul erbij. Allemaal wat je concreet doet, dat is altijd goed. En dan valt ze jou om de nek en dan kussen ze jou beide wangen. En dat is toch geweldig. Wat komt in onze maatschappij nog voor? Hè? Toch? De is een beetje achteruit geboord overal. Hè? Bij hun niet, bij die groep niet. Bij deze groep niet. Nee. Tenminste, ik neem aan, het is nog vrij vroeg nu. Maar ik neem aan dat ze weer goed opkomen. Want vorig jaar was ook met een man of 40. Dus dat zal dit jaar ongetwijfeld weer hetzelfde zijn. Ze moeten niet, hè? Ze mogen. Nee, ze moeten niks. Ze mogen dan. Het is allemaal vrijwillig en allemaal vrijblijvend. Hè? Dus vandaar, als ze graag komen, dan komen ze. Als ze niet graag komen, dan blijven ze weg. Zo werkt het eigenlijk. De kermisexploitanten, die vinden het ook leuk dat ze komen? Wat, hè? De kermisexploitanten? Ja, de kermisexploitanten zijn er altijd in, hè. Ja. We zien hier ook bijvoorbeeld iemand hier van de kraan met de kanelen stokken en zo. Ja, die kan deze doen eigenlijk, maar die komt altijd met een doos, een grote doos, met spekken brengen altijd, om uit te delen. Nou, dat is toch geweldig, hè? En dan zie je ook wel de betrokkenheid van die mensen. Waarom ben je altijd goed weer? Dat is een goeie, ja. Nou, vorig jaar was het deze tijd 24, 25 graden. Dus iets minder. Dat was iets minder, ja. Wacht, volgende week ook naar de kermis? Ja, wacht, volgende week ook op kermis. Ieder jaar, of niet? Ja. Dus wat vind je het mooie hier van de kermis? De ding en de boshoogtes. En de hoogding daar, die reuzenrat? Ja, vind ik ook leuk. Durf je erin? Ja, dat durf ik goed. Doe dan ga ik weer overal in? Ja, durf ik overal in. Ben je vanuit de macht naar de kermis? Ja! En waar ga je allemaal in? Zo! In de rups? Ja. En wat nog meer? Botsauto's? Nee. Oh ja. Dat ding. Breakdance? Ja. Ook in de reuzenrad? Ja. Ook al? Ja. Was dat wel veel fijner in de kermis, of niet? Ja. Hedwig Smeets, ook op de kermis. Waar ben jij van? Van het Thomashuis Ospeldijk. Ik vind het aan eind weg om een zomeren kermis te komen. Nou, dat valt wel mee, hè. Nederweert. Dat ligt toch tegen Assen Heuzen aan. Denk dat je alle kermissen afgaat in de regio? Nee, absoluut niet. Nee. Alleen zomeren? En ik kom uit Mierlo, dus daar gaan we dan ook wel even naartoe. En nou is de Weert ook kermis. Sommige bewoners van ons komen uit Weert en die gaan dan naar Weert kermis. Vertel er wel op, of niet? De bewoners wel, ja. Ja. En jullie? Niet echt. Ja, de oliebollen vind ik wel lekker, maar verder hoeft het voor mij niet. Daar hebben ze al weken over gehad, of niet? Dat ze een zomerkermis mochten. Ja, dat staat al heel lang in de agenda. Dus Piet die zit bij de peelwerker in de Assen Heuzen. Dus daar ben ik al 2 jaar mee geweest. En dit jaar gingen die zelf. En Olaf was vandaag vrij, dus die ging met ons mee. Ja. En komt ieder jaar terug nou? Ieder jaar komen we terug. Ja, grote happening. En heel goed van de gemeente Zomeren dat ze zoiets organiseren. Dus een Ospel er iets van leren? Absoluut, daar hebben we geen kermis. Hè. Wel een Ospel, maar een Ospeldijk niet. Hè. Er zijn maar 660 inwoners. Hè. Je moet het mee doen. Ja.
Dat is meer dan genoeg. En ook donker is ook op de kermis. Ben ik al op de kermis geweest dan ook? Ja, gisteravond om 7 uur of 8 uur ben ik naar de kermis gegaan en ik ben lichtjes mee te kijken. Het was heel gezellig en met papa en mama samen. En er waren heel veel gezelligheid. En het was heel druk gisteravond, dus het was heel gezellig. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Ik ga vandaag met handicapten naar de kermis. Omdat vandaag onze dag is om naar de kermis te gaan. En morgen ga ik ook nog naar de kermis met mijn papa en mama. Dus ik had heel veel zin om deze week naar de kermis te gaan.